Hey, leuk dat je kijkt. Giel hier en welkom bij een nieuwe vlog. En waar zijn we gebleven? Bij nummer 7. In de vorige 6 kreeg ik een beetje les van wat nou precies de MCN's zijn. De Multi-Channel Networks, oftewel de netwerken. En ik kwam erachter dat een van die netwerken, DiviMove, die gaf een feestje. DiviDay. Ik denk, hey, goed idee. Dus ik daar naartoe. Ik heb echt mensen gezien. Job van Doe Maar Gamen. Lars van Faco Games. De jongens van Smoor. En ga zo maar door. Nou ja, je gaat het zien. Ook de man die ervoor gezorgd heeft dat ik deze camera heb. Ja, dat was Enzo. Enzo ging ik dus lekker aan het netwerken. Want man, het was net werk. En ik kwam ook net van mijn werk. Ja, in Hilversum ben ik. Zeg nog, dit is daar waar ik ooit voor het allereerst ben aangenomen. Mijn allereerste baantje in de radio was bij de Avro. En dat zat in dat gebouw. En vandaag is hier een meeting. Nou ja, je ziet het daar staan, zie ik nu ook. DiviD. En hier, ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Hey man, hey. Je hebt hem nog gehaald toch? Ja, natuurlijk. Oh mijn god. Dat zeg ik toch. Ja, het ziet er strak uit jongen. Geinig man, ik kom je in één keer hier tegen joh. Ik wist niet dat je hier zou komen. Ik heb veel namen voorbij zien komen, maar ik zag Giel niet staan. Nee ja, ik heb mezelf ook niet gewoon onuitgenodigd. Hier moet ik zijn. Ze hebben nu daar op het scherm, hebben ze elke keer wat YouTubers. Kijk, nu dan. Misschien kom jij straks ook wel voorbij. Nu al? Ja, je weet me nog. Je weet het niet, je weet het niet. Ik ben Giel, hallo. Wanneer ga je nou een plaatje maken? Ik heb hem al gemaakt. Hij moet alleen nog opgenomen worden, maar ik moet eerst examen doen. Maar wat is dit dan voor een liedje? Een ballad. Een ballad? Ja. Maar hij komt eraan. Een mooi liedje. Hij komt eraan. En wat is de titel? You. You? Yes. Oké, okay. Top. Ja mensen, een primeur. Hoe zou die gaan klinken, die single van Day? Ik denk best oké, okay, want ze kan zingen. Dat heeft ze eerder wel eens bewezen in een filmpje. Moet je kijken. Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. En binnenkort dus You. You. Zo, tijd voor prijzen mensen, prijzen, want die werden daar ook uitgereikt. Zoals bijvoorbeeld voor het aanstormend talent. Die komt daar eventjes als een mal aangestormd. Ik zit hier te kijken. Leuk vlog, ze is een tijdje bezig nu. Bijna 5000 abonnees. En nou ja, ze stelt zichzelf wel even voor. Ik ben Valentine en ik heb net een prijs gewonnen bij de DiviMove dag. Ik ben genomineerd voor de Upcoming Talent van 2014 en ik heb het ook gewonnen. En zelf heb ik ook een YouTube kanaal. Dat is youtube.com/Valentino. En dat schrijf je met PH en EAU, zoals hier. Wat doet DiviMove voor jou eigenlijk? Nou ja, wat ik meestal doe is... Wacht, kunnen we ook niet, want ja, ik zat er net zo'n sticker. Kut. En waarom zit je bij DiviMove? Ze helpen je gewoon met dingen als je bijvoorbeeld een claim hebt. Je leert daardoor wel zeg maar andere mensen kennen die ook YouTube-video's maken. Ja, het is gewoon handig, want meestal tijdens een call bijvoorbeeld, dan vraag ik gewoon of ze tips hebben. En dan is dat wel fijn van andere mensen om te horen, want ja. Meestal zie je het zelf zeg maar niet. Levert het echt al een beetje geld op? Ja, wel een beetje. Niet heel veel, maar wel gewoon een leuk zakcentje zeg maar. Maar gewoon €50 in de maand? Ja, dat weer niet, maar nee, dan okay, gewoon, wel. Ik doe het niet voor het geld. Nee, maar. Dat begrijp ik ook hoor. Ik heb gewoon eventjes hier in het gras gezeten met het talent van het moment. Ik zou wel een vaste dag nemen, maar doe nou niet dinsdag 12 over 12. Want dan kijken ze naar je. Hey. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik doe net of ik hier de bloemen geef bij deze. Gefeliciteerd. Dankjewel. Abonneer op Giels en hij uploadt elke dinsdag om 12 over 12, dus kijk lekker gewoon. Ja, kijk lekker gewoon. Of, kijk, lekker raar natuurlijk. Ja, misschien is het gewoon toch beter inderdaad, ja. En toen ging ik door naar de jongens van Smoor. Ik ken gekke Markie een beetje, maar die heeft een broer, Rob Hoeks. En dan heb je nog Ivo Becks en dan heb je nog Niels Jansbeke. Zij zijn Smoor. En ook zij gaven mij wat tips. Als iemand mij kan vertellen hoe je gewoon een beetje mooie beelden moet schieten, dan zijn het deze jongens wel. Want dat is nou eigenlijk precies waar jullie de prijs voor hebben gehad, toch? Noem het ook weer. Best edit. Yeah. Best edit. Most epic edit. Ik werd er duizelig van, moet ik zeggen. Ja, heb je het gezien? Ja. Vond je het vet gezien? Ja, is vet. Heel, nice. Vet. Heel vet. Want sommige dingen, ja, dacht ik van ja, het zal wel echt zijn. Maar alles is echt. Alles is echt. Niks is fake. Ik kan even nu een stukje laten zien.
Noem jij het freerunnen of parcours? Of noem jij het? Freerunnen. Het verschil is, freerunnen is zo creatief mogelijk. Ja. En parcours is echt gewoon puur op snelheid gebaseerd. Dus dat zou je kunnen gebruiken. Ik kan een flipje gooien. Ja, kan je wel even spectaculair, film dit. Oké. Dan komt het spektakel. Daar komt hij hoor. Wat gaat hij op zijn gezicht? Dat denk ik niet. Even een flipje, hè? Maar wat ruil je me aan? Kijk, ik ben dus net mijn kanaal begonnen. Het ziet er allemaal niet uit. We gaan hem gewoon onder een helikopter hangen, zo. Ja, precies. Nee, maar wat zijn moet hem sowieso altijd omhoog houden. Die had je al geleerd, weet je nog? Laat toch even één keer de award zien. Oh, nog halver, ja? Altijd zo. Maar ook en dan de award. Nee, het is altijd beter. Daar heb je die onderkin niet van jezelf, hè? Oh, dat heb je nog. Hier, moet je eens vasthouden. Een echte YouTube award. Was het voor jullie een droom? Wel YouTube Award, ja. Gezien je dat bestond. Wat zijn dan nog meer dingen die ik zou kunnen toepassen in mijn toch wat burgerlijke vlog? Goed knippen, neem gerust pauze als je... Want je knipt het al uit. Ja, blijf altijd enthousiast. Dus, yo, kijk eens, la 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 la. En ben je niet meer enthousiast, dan wacht gewoon even 10 seconden. Dan zien de kijkers toch niet, want dan knip je eruit. Ja. En dan ga je weer door. Meestal als je gewoon video's voor YouTube maakt of zo, dan ga je die effecten erop regelen. Nee. Heel soms een overlay of... Hidden frame van Niels is dik of zo. Het is maar 1 seconde voor een bullshit te stoppen. Ja. Zo, als je een kinderfilm kijkt, dan zie je opeens zo... Naar het verhaal gaat dat ze vroeger met Coca-Cola deden. Ja, dat doen ze hoor, dat doen ze. Brainwashen. Yo, dit is Smore Gekke Markie. We hebben net de most epic video van 2014-15 gewonnen. Shout-out naar Giels en... Wham! Wham! Zo, voordat we doorgaan met de prijs en straks ook nog hier een prijsvraag, maar kwam ook nog iemand tegen, nou ja, ik vind hem wel te prijzen. Hij zou wat mij betreft een prijs kunnen krijgen voor dat leuke kapsel van hem. Hij is top, hij is Job en die gast is 15, is al 3 jaar bezig op YouTube en gaat als een malle. En ik vroeg me af hoe hij nou zo begonnen is. Ik denk eigenlijk in eerste instantie was het een beetje verveling. En veel andere vlogs kijken, veel andere vloggers eigenlijk. Wat zijn helden van je? Ik vond Bardo sowieso heel tof om naar te kijken. Ja. De eerste paar weken eigenlijk, toen ik mijn eigen video's begon te maken, was dat wel echt mijn voorbeeld figuur als het ware. Ja. En later toen ik over ben gegaan op ook het game op YouTube, toen begon ik te kijken naar Milan, naar David. Dat zijn gelijk hebben de twee clans, hè? Bij welke hoor jij? Ik hoor niet echt bij een bepaald team als heel het ware, goed, heel maar goed. Ik werk wel samen met David. Ik doe samen met hem een serie op zijn kanaal. Ja. En dat wordt goed bekeken door zijn kijkers. En er zijn ook veel kijkers van zijn kanaal die naar mijn kanaal komen en die dan ook mijn video's leuk vinden. Mooi zo. Levert het al iets op? Ja, het is in ieder geval wel een leuk zakcentje wat je bijverdient. Dus het is heel tof om maar dan hebben we het over €50 in de maand of zo? Nou, dat verschilt een beetje qua weergave. Als mijn weergave iets omhoog weergaat. Nee, dat begrijp ik maar. Dan nog wel meer, zeg jij. Ja. Heel goed, maar dat moet niet de drijver zijn, dat weten we allemaal. Hoe lang vind je dat de video moet duren eigenlijk? Dat verschilt heel erg qua content. Als het een gamevideo is, dan neig ik snel zelf naar 8 à 10 minuten. Ja. Maar bij een vlogvideo ben ik zelf meer van de 5 à 6 minuten. Maar als het echt een hele drukke dag is, of je bent op vakantie, dan kan het nog wel eens een 15 minuten lange vlog zijn of zo. Dus dat verschilt heel erg per game. Dus ik ben te lang, begrijp ik. Oké, duidelijk. Nee, zo. Jawel, nee, pijnlijk duidelijk. Mijn naam is Job van Doe Maar Gamen. En elke dinsdag om 12 over 12 kijk ik uiteraard naar de vlogvideo's van Giels. Niks leukers dat er te doen is. Nee, is er niks leukers dan er te doen is. Hey! Tot zover mijn slechte imitatie van Job. Ik ga nog zeker wel een keer iets met hem filmen. Of dat nou gamen is, dat weet ik niet. Want ik was daar weg en... paniek. Er kwam een tweetje van David. En die was niet blij. Maar ik heb hem inmiddels gecontact. En wij gaan zeker nog eventjes gamen. Nu ook gamen met de man die ik wel makkelijk kan nadoen. Want dan zet je een koptelefoon op en zeg je... Hey, wie denk jij dat ik nu doe? Kom er maar in. Ik zit hier met Lars Vakenhoff, Vakenhoff Games op YouTube. Hij heeft dus een award gewonnen. En niet zomaar eentje, Best Concept 2014. Yes. Lars, wat is het concept? Het concept is dat ik een soort interactieve gameshow heb gemaakt. Ja. Een soort spelprogramma op YouTube. Waarbij ik steeds 2 vragen stel aan mijn kijkers. 2 van die stellingen die eronder staan. 1 daarvan is waar. Ja. De andere stelling is niet waar. Nee. En het is de bedoeling dat mijn kijkers voor zichzelf gaan bedenken. Welke van die dingen klopt nou? Die klikken ze aan. Ja. En dan komen ze bij een volgende vraag. Ja. En dat doen ze dan nog dus een keer. Dus je maakt eigenlijk van YouTube een soort game? Dat is wat ik maak eigenlijk een soort game met de functies die YouTube ons daarvoor geeft. Fucking goed. Dat is wat ik doe. Is het ook iets wat je zeg maar een keer zou kunnen doen voor mijn vlog? Dat zou kunnen. Dan ga ik 2 vragen stellen. Okay. En, of 2 stellingen ga ik jullie geven. Ja. 1 van die stellingen is waar, de andere stelling is niet waar. Okay. De stelling is... Giel Beelen is begonnen met zijn ochtendshow op 3FM in 2006.
Is dat waar of is dat niet waar? Klik op het goede antwoord. Ja. En dan krijg jij een prijs van Giel. Een leuke prijs. En als je op de fouten klikt dan? Op het moment dat je op het foute knopje klikt, word jij gerickrolled. En als het goed is, moet je nu ook een filmpje? Of dat kan ik dan, dan krijg je een heel klein filmpje te zien, ja? Waarin Giel een prijs weggeeft aan een van jullie. Fantastisch. Lijkt mij een leuk idee. Oké. En ik stuur jou dat filmpje erop. Ja, dan ga ik hem tweeten voor je. En dan komt hij er helemaal bij. Echt? Gaan wij doen. Ja, gaan we doen. Ja, met deze. Gaan we doen. Leuk man. Deal. Leuk. Yo, mijn naam is Vakonov van Vaco Games. En elke dinsdag om 12 over 12 kijk ik naar Giels. Met mijn award erbij. Duimpjes omhoog ook voor Lars. Want dat heeft hij echt even tof gedaan. Prijs dus te winnen vandaag. Win je. De CD van Imagine Dragons. En nou ja, ik zal nog even één keer uitleggen. Je kan dus hier klikken. Voorwaar. Of hiervoor niet waar. Dat is ook wel zo makkelijk. 50% kans. Want de vorige was toch iets te moeilijk, denk ik. Ik liet een stukje horen van Across 110th Street. Bobby Womack. Dat had ik al bijna gezegd. Dat hadden vele mensen goed. Ik kreeg wel hele leuke reacties, moet ik zeggen. Charlie bijvoorbeeld. Die heeft dat helemaal opgezocht. En die is dan ook uit de 90s, dus een beetje een sukker. Maar zei Charlie, dus die wil graag Charlie XCX. Oké. Okay. Zij zei dus een film die ook echt zo heet, Across 110th Street. En dat zei Mariska Beukenboom ook al. Die overigens vindt dat ik wat onhandig met mijn spullen omga. Dat ik daarmee gooi en zo. Maar ze wilde graag bloed, zweet en tranen. Deze keer dus deze te winnen. De vorige keer Mariska Beukenboom. Ja, ik zal niet meer zo met die dingen gooien. Maar eigenlijk bedoelde ik, daarom had ik ook nog dat Jackie aan. Jackie Brown, nou ja, was te ver gezocht. Ik bedoelde namelijk Jackie Brown. Daar zit hij in de finale scène, hier. Maar goed, dat doen we dus niet meer. Ik zal wel weer eventjes tot besluit eentje uit mijn jukebox eventjes lekker draaien. Volgende keer, ik had het ook niet verwacht, maar in deel 8... misschien wel meer prijzen, mensen. Niet alleen dat je ze hier kan winnen, maar de Feed Awards zijn ook. Dus ja, daar ga ik denk ik toch wel eventjes kijken als ik weer binnenkom natuurlijk. Oké, laatste. Zo. Eventjes lekker een wild ding voor alle wild things.